Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog wat lage wolkenvelden over het noordoosten van het land en ook over de Noordzee, maar die trekken noord- tot noordoostwaarts weg en daarna schijnt vandaag de zon volop. Vanochtend temperaturen oplopend naar 12 tot 16 graden, maar er komt vanmiddag nog veel meer bij. Eigenlijk aan het eind van de ochtend al temperatuur in de buurt van de 20 graden. en in de middag wordt het 22 tot 24 graden. Veel zon, wel sluierwolken hier en daar, maar dat mag de pret niet drukken. De wind is zwak tot matig en waait uit een zuidelijke richting. Vanavond veel opklaringen, temperaturen gaan langzaam dalend. In de nacht richting de 10 graden in het binnenland. De wind neemt wel wat toe, en daardoor is de kans op nevel of mist heel klein. Morgen beginnen we zonnig in de loop van de dag van het zuidwesten uit toenemende bewolking. En in de namiddag in Zeeland misschien een bui. Later in de middag en in de avond ook elders mogelijk een enkele bui. Het wordt 25 graden. Maandag halen we die temperatuur niet. De buienkans neemt snel af. De zon gaat schijnen en het wordt 20 graden maximaal. Dat is ook de temperatuur voor de dagen daarna. En het is licht wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.